Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van TWR.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag in uitzending 999 zijn we in deze wonderlijke brief van Jacobus nog steeds bij het deel dat geëtikeerd is als de verificatie van acht geloof. Jacobus geeft het in zijn brief niet over de hemelse zegeningen die het deel zijn van de gelovigen, hij schrijft vooral over de praktijk van het geloofsleven. In zijn brief spreekt hij iedereen aan die beleid tot Gods volk te behoren. Hij houdt de gelovigen voor wat ze in de praktijk moeten laten zien. Wat iemand zegt moet zichtbaar worden. Het leven uit God moet getoond worden. Dat is noodzakelijk, want de werken van het geloof zijn het enige bewijs voor anderen dat er echt geloof in het hart aanwezig is. Men vindt in deze brief niet veel onderwijs. Dat vindt men eerder in de brieven van Paulus. Beide zijn belangrijk en aanvullend. Het is noodzakelijk de leer van de brieven van Paulus te kennen. Jacobusbrief kan me niet zomaar eventjes in praktijk brengen. Het gaat om het uitleven van de nieuwe mens, en over die nieuwe mens vertelt Paulus alles in zijn brieven. We hebben die brieven samen gelezen en besproken. Ongetwijfeld zal je dit herkennen. In de eerste twaalf verzen gaat het erover dat God ons geloof test door beproevingen en verleidingen, maar niet het soort verleidingen waar velen aan denken. De verleidingen van de duivel. God beproeft ons niet door de duivel, en de verleidingen die de duivel gebruikt, komen niet van God. Daarnaast is het interessante dat het ook niet van de duivel komt. Het staat allemaal heel duidelijk in vers 14. Elke keer als je in de verleiding komt om het verkeerde te doen, komt dat omdat verlangens van je oude ik aan je trekken. Ze proberen je mee te slepen. Als je je daar niet tegen verzet, word je uiteindelijk ongehoorzaam aan God. En als je niet langer gehoorzaam wil zijn aan God, brengt dat tenslotte de dood voort. En zo komen we op het punt waar we de laatste keer moesten ophouden: het ging over de zonde die in ons zit. Jacobus gebruikt een interessante woordkeuze: hij heeft het over begeerte die bevrucht wordt. Het is de wens van onze oude natuur die samengaat met de verleiding die van buiten tot ons komt. En dat heeft ook de Heere Jezus duidelijk gezegd: als je boos bent op je broer, kan dat leiden tot moord. Dat is hoe een moord met voorbedachten raden begint. Jezus zegt ook dat als een man alleen al kijkt naar een vrouw om overspel te plegen, hij schuldig is, omdat het in zijn hart zit. En het zit daar samen met de verleiding. Hierbij kan de volgende vraag opkomen. Is verleiding zonde? Het antwoord is nee. Ik had het de vorige keer al over een citaat van Maarten Luther. Je kan niet voorkomen dat de vogels over je hoofd vliegen, maar je kan wel voorkomen dat ze een nest in je haar bouwen. De verleiding zelf hebben we allemaal, want we hebben allemaal een zondige natuur. We hoeven onszelf geen blaasjes wijs te maken. We zijn allemaal verleid om te zondigen, zoals we eerder gezien hebben. Iedereen heeft ergens een zwak voor. Voor de een kan het gulzigheid zijn, voor de ander roddel. Beide komen uit het vlees, beide komen van binnenuit. Het is erg interessant, zoals het hier staat. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. Als die slechte gedachte in het hart samengevoegd wordt met de verleiding. Dan is daar een geboorte. De geboorte van een handeling. En wat gebeurt er dan? Velen praten het goed. Velen praten een slecht humeur goed, kwaadsprekerij. Mensen spreken een heleboel kleine zonden goed. En steeds meer spreken mensen ook grove immoraliteit goed. En dat is zonde, maar de verleiding zelf is geen zonde. Ik wil dit alles illustreren aan de hand van een aangrijpende biografie over John Wesley. Misschien heb je al van hem gehoord. John Wesley kwam als missionaris naar de Verenigde Staten. Hij kwam naar Amerika om Indianen te bekeren. Maar het draaide anders uit. Hij had een wettig systeem en hij bleef daaraan vasthouden. En dat is de reden waarom die kerk die hij begon, Methodist is genoemd. Maar toen John Wesley naar de Verenigde Staten kwam, bevond hij zich in een witte nederzetting waar de gouverneur door de Engelse kroon was benoemd. Hij was een edelman. Hij was al ouder en was met een jonge vrouw getrouwd. Ze was erg mooi. John Wesley woonde daar en hij kwam als een alleenstaande, dynamische, viriele jongeman. Wat denk je? Wat gebeurde er? Hij moest dikwijls bij de gouverneur komen. Dat moest omdat hij naar de indianen wilde gaan. En wie was er steeds in de gouverneurshuis? Natuurlijk, deze jonge vrouw. Ik kan je wel vertellen dat deze jonge vrouw niet uit liefde met de oude gouverneur is getrouwd. Dan ontmoet ze deze goed uitziende, jonge prediker van haar leeftijd. Wel, wat denk je dat er gebeurde? Ze gingen van elkaar houden. John Wesley was zo smoor verliefd op haar. Ze ontmoetten elkaar in het geheim, maar deden nooit iets wat niet mocht. Maar hij stelde haar voor dat ze zouden weglopen en tussen de Indianen gaan wonen. Zij negeerde dat. Zij is zelfs degene die hem aanmoedigde om terug naar Engeland te gaan. Ze zei: "Ik geloof dat God een groot werk voor jou te doen heeft. Dat zou nooit kunnen als je hier als missionaris en jonge prediker wegloopt met mij." Ze dwong hem om terug te gaan, en hij ging terug. De biograaf vertelt dat het schip moest wachten tot de wind opstak. Het was een zeilschip. En toen het zijn kwam dat iedereen aan boord moest, ging zij naar hem toe om afscheid te nemen. Dat was de eerste keer dat John Wesley haar in zijn armen nam. Dat was verleiding. En er staat geschreven dat hij tot drie keer toe over de loopplank ging en tegen haar zei: Ik blijf. En elke keer zei ze tegen hem: Er is geen andere weg, je moet terug naar Engeland. En John Wesley ging terug, en op een avond was hij gered bij Alderskeet. Daar ga ik nu niet verder op in. Het belangrijke van zijn verhaal voor ons is dit. Dat was verleiding. En het was verleiding van het ergste soort voor deze jonge man en jonge vrouw. De verleiding was niet de zonde. Maar als ze weggelopen waren en tussen de Indianen waren gaan wonen, dan zou dat zonde geweest zijn. Hoe gevaarlijk het is aan slachte verlangens toe te geven, liet Jacobus dus in vers 15 zien. Er staat: Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Uiteindelijk vervaalt iemand dan aan de dood. Jacobus maakt zo een tegenstelling met wat hij in vers 12 naar voren heeft gebracht. Daar staat Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Terwijl iemand de kroon van het eeuwige leven zal ontvangen, als hij de verleiding steeds weer weet te weerstaan, zal iemand die ervoor door de knieën gaat, met het tegendeel te maken krijgen. Als de zonde volgroeid is, brengt die de dood voort. Wie zondigt, mist als mens zijn doel. Het is een vrucht die God niet wil. De zonde is in strijd met Gods bedoelingen. De gevolgen zijn ernaar. Is de zonde eenmaal rijp geworden, is zij volgroeid, dan brengt zij op haar beurt de dood voort. De dood moeten we in dit verband opvatten als een volledig verwijderd zijn van Gods redding en verlossing, als het tegendeel van het eeuwige leven. In Romeinen 6, vers 23 staat. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Het loon van de zonde is de dood. Het betekent het loon dat de zonde als machthebber uitbetaalt aan haar slaven is de dood. Het was in de Romeinse wereld niet ongebruikelijk dat huisslaven voor hun werkzaamheden een klein loon kregen, een soort van zakgeld voor hun persoonlijke uitgaven. Ook is het mogelijk om bij het woord loon te denken aan soldij, aan een soldatenloon. Het gaat dan om de soldij in het leger van de zonde. Met de dood is de eeuwige dood bedoeld. In 2 Thessalonische 1, vers 9 en 10 lezen we wanneer dit loon van de zonde wordt uitbetaald. Daar staat: Zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan. Weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij U vond ons getuigenis geloof. God is niemand iets schuldig, maar Hij schenkt genade, die bestaat in eeuwig leven. Dit eeuwige leven is in Christus Jezus, onze Heer. Door Hem is de genade en de rechtvaardigheid, waarvan dit leven een gevolg is, beschikbaar geworden. Verder rust dit eeuwige leven in de opstanding en verheerlijking van de Heer Jezus. Want, door hun geloofsverbondenheid met Hem. Zullen de gelovigen worden zoals hij? Jacobus 1, vers 16. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Het boek vertaalt vers 16 als volgt: Broeders en zusters, verlaat dus nooit de weg van God. Daarmee grijpt Jacobus ook terug op wat hij in vers 13 onder woorden heeft gebracht. Daar staat hij dat niemand het moet laten voorkomen, als zouden de verzoekingen van God afkomstig zijn. Dat te beweren zou heel ongerijmd zijn. Het zou er namelijk op neerkomen dat God de oorzaak zou zijn van alle slechte daden van de mensen. Wie zulke dingen meent te kunnen zeggen, die begeeft zich op een dwaalweg. Zo iemand probeert zich aan zijn verantwoordelijkheid voor de Heer te onttrekken, door God de schuld te geven van al het kwaad. Maar dat is een noodlottige dwaling, waarvoor Jacobus zijn lezers nadrukkelijk wil waarschuwen. Om zijn waarschuwing kracht bij te zetten, spreekt Jacobus de gelovigen aan met broeders en zusters. Daarin zien we ook de waarde die zijn broeders en zusters voor hem hebben. Wanneer je je broeders en zusters als je geliefde broeders en zusters ziet, zul je niet willen dat iets die band verstoort. Jacobus 1, vers 17. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader ter lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Van wat Jacobus hier naar voren brengt, vormen de versen 13 tot en met 15 de achtergrond. Door te stellen dat elke goede gave en ieder volmaakt geschenk ons door God gegeven wordt, maakt Jacobus nog eens duidelijk dat verzoeking, verleiding, slechte verlangens en zonde niet van bij de Here komen. Van Gods wegen komt niets dan goeds. In handelingen 14, versen 16 en 17 horen we de apostelen over de Heere het volgende zeggen: Hij heeft in de tijden die achter ons liggen al de heidenen hun eigen wegen laten gaan, hoewel hij zichzelf toch niet onbetuigd liet. Door goed te doen. Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden, en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. Ook Jacobus heeft het in vers 17 over de herkomst van regen en goede oogsten. Het is Gods goedheid. Het komt van boven. Hetzelfde zullen we lezen in Jacobus 3, vers 17, over oorsprong van de wijsheid. Daar staat dat de wijsheid die van God komt, bovenal zuiver is. Zij is vreedzaam, vriendelijk en beleefd. De Heere, de Gever van Al het Goede, wordt door Jacobus de Bron van Alle Licht genoemd. Hij is één en Alle Licht en verandert nooit. Ook in 1 Johannes 1, vers 5 staat: En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen: dat God licht is, en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Omdat het licht een symbool is van het Goede, kunnen van de Heere zo gezien, alleen maar goede gaven komen. Het is dan ook absurd Hem iets toe te schrijven. Dat met de duisternis verband houdt. Met behulp van een drietal termen uit de astronomie probeert Jacobus dat nog wat nader te verduidelijken. Mogelijk heeft hij daarbij gedacht aan de loop van de zon. Deze veroorzaakt een geregelde wisseling van licht en donker. Maakt de zon een wending in het niet, dan werpen de dingen die de zon beschijnt een steeds langere schaduw af. Er kan bij de zon zelfs een verduistering optreden. Maar bij de Heer is geen enkele verandering. Wending, schaduw en verduistering. Hij is een en al licht en verandert nooit. Hij blijft onveranderd, dat blijkt duidelijk uit het geven van alleen goede gaven. Nee, niets negatiefs komt van God. In hem is geen duisternis. God stelt je niet op de proef met slechte dingen. Al het goede komt van hem. Als je een goede gave kreeg, kwam het van God. Tel je zegeningen vandaag: zonneschijn, regen, bewolkte dag, heldere dag, groen gras, water om te drinken. Lucht om in te ademen. God gaf de smog niet. Hij gaf zuivere lucht. Hij gaf schoon water. Het is de mens die ermee rommelde. God is goed. Jacobus 1, vers 18. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. De rijke inhoud van dit vers zullen we vooral moeten begrijpen tegen de achtergrond van vers 15. Daar schrijft Jacobus dat de zonde de dood voortbrengt. Nu brengt Jacobus naar voren dat God ons heeft voortgebracht om de eerste vruchten van zijn nieuwe schepping te zijn. Dit vormt met elkaar een duidelijke tegenstelling. In vers 15 leidt de geboorte tot de dood, maar hier juist tot het leven. En dat ook nog in een bijzondere zin. Nadrukkelijk staat voorop dat het overeenkomstig zijn wel is, dat wijst in dit verband op de soevereine, vrije wil van de Heere God. Waaruit dat baren of nieuwe leven voortkomt. Het loon of de vrucht die zonde voortbrengt is daarentegen nooit gedwongen. Bij het geven van nieuw leven heeft God gebruik gemaakt van het bekendmaken van de waarheid. Daarbij denkt Jacobus concreet aan het Evangelie van Jezus Christus, dat de gelovigen bij hun bekering hebben gehoord. Door middel van het Evangelie heeft God hen opnieuw geboren doen worden. Daar stak van Gods kant een bepaalde bedoeling achter opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. God wil ook jou dat geven. Hij heeft het nieuwe leven in je geplant. Hij heeft het gedaan door het evangelie, het woord van de waarheid, want alleen daardoor leer je God en jezelf kennen. Als Gods woord door de Heilige Geest op jou wordt toegepast, ben je een nieuw schepsel geworden. Het is nog wel in zeker opzicht, omdat het nog niet je lichaam betreft. Maar in het oude lichaam ziet God nu al mensen die bij de nieuwe schepping horen. Daarvan mag jij er één zijn. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel... Is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan. Als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.